Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Vandaag gaat zuster Franka Rietsmeijer voor en het orgel wordt bespeeld door de heer Ruud Koning. Op 10 juli is overleden zuster Elisabeth Kramer Sligger, echtgenote van Joop Kramer, in de leeftijd van 89 jaar. We ontsteken de gemeentekaars en het lantaarn voor de kinderen als teken van verbondenheid met God. In het licht van deze kaars zien wij heel Gods schepping in vrede en geborgenheid. De groeten en de bloemen uit de dienst gaan naar mensen die wat bemoediging kunnen gebruiken. De eerste collecte van vandaag is bestemd voor het ouderenwerk en de tweede voor het werk van onze gemeente. Uw bijdrage kunt u overmaken naar de rekening van de doopsgezinde gemeente Aalsmeer. Een goede dienst. We komen samen in de naam van de Ene, die de wateren met holle hand omvat, die de hemel heeft gemeten met een ellemaat, die het stof van de aarde met een maatlepel heeft afgepast, die de bergen heeft gewogen. We komen samen in de naam van de Ene, die wij mogen raadplegen, die ons inzicht biedt en die ons op paden leidt van het recht. In dit moment willen we van twee van onze leden de namen noemen die in de afgelopen tijd gestorven zijn. Op 5 juli is op Kos in Griekenland, in de zon, ingeslapen, broeder Reindert Koenraad Jaarsma. Reindert werd geboren op 9 mei 1945 en heeft voordat hij naar Aalsmeer kwam lange tijd in Londen gewoond. In Aalsmeer zocht hij een gemeente waar hij zich thuis voelde. Hij vond dat thuis bij ons. Op 14 februari 2016 hebben we hem als lid in ons midden verwelkomd. Reindert heeft ook een poosje deel uitgemaakt van Kring Elia. Na zijn verhuizing raakte hij betrokken bij een kerk in Bovenkerk. Graag lees ik het gedicht wat Reindert tijdens zijn welkom in de open ruimte bij ons gelezen heeft. Het is een gedicht van Rutger Kopland. En het heet Weggaan. Weggaan is iets anders dan het huis uitsluipen. Zacht de deur dichttrekken achter je bestaan en niet terugkeren.
Je blijft iemand op wie wordt gewacht. Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven. Niemand wacht, want je bent er nog. Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg. We gedenken Reindert Koenraad Jaarsma in ere. Op 10 juli jongstleden is onze zuster Elisabeth Kramer-Sliegers, die wij kenden als Bet, in de leeftijd van 89 jaar in haar eigen huis rustig ingeslapen. Ze werd op 13 maart 1931 in Loenen aan de Vecht geboren. Op 8 oktober 1952 trad ze met Joop Johan Anthony Kramer in het huwelijk. Ze kregen 2 zoons en een dochter. Op 19 december 1982 werd Bet lid van de gemeente. Ze was trouw lid van Kring Elia. Bet hield van eenvoud en van muziek. Zo was ook haar afscheid op 14 juli in de aula aan de Zwarte Weg. Graag lees ik een gedicht van Louise Harkins dat we op haar verzoek bij haar graf in Loenen aan de Vecht gelezen hebben. Geef mij een licht, opdat ik veilig het onbekende land betreden kan. En hij gaf ten antwoord: ga uit de duisternis en leg uw hand in de hand van God. Dat zal beter voor u zijn dan een licht en veiliger dan een bekende weg. We gedenken Bet zoals ze was en met de verhalen die we over haar blijven vertellen, blijven we met haar verbonden. We vertrouwen onze zuster en broeder toe aan de oneindige goedheid van de Eeuwige. We zingen van lied 413, het derde vers. Welkom allemaal in deze online kerkdienst of papieren kerkdienst. Vandaag mag ik u toespreken vanaf de pagina of vanuit een beeldscherm. Eigenlijk sta ik hier alleen te preken voor Leon. En hij is zo bezig met de techniek dat ik niet weet hoeveel hij daadwerkelijk meekrijgt. Op een andere dag zal Ruud met Miekje en Joost samenkomen om voor u de muziek te verzorgen. Ik vind het in ieder geval heerlijk, met de zangers en zangeressen uit de gemeente. Joost en Miekje zijn één huishouden, dus het is veilig dat zij samen zingen. Zij hebben mij ook geholpen met het uitkiezen van de liederen. Dus als u denkt van een prachtig lied, geef hen dan zeker de complimenten. Voor vandaag heb ik besloten me niet helemaal aan het leesrooster te houden. Jesaja 40 en Psalm 86 zijn de inspiratie voor het votum en voor de zegen. Maar de tekst die zo wordt voorgelezen door Anneke is anders dan volgens de planning zou moeten. Met Anneke heb ik hier naar gekeken
Ik wilde namelijk graag de tekst van Jacobus lezen. En zij snapte waarom deze tekst nu relevant is. Na een prettig en uitdagend gesprek met haar, durf ik dus vandaag te preken over de prikkelende woorden van Jacobus 5, de versen 1 tot en met 6, die Anneke voor u zal voorlezen vanuit de historische tuin. Ook snel een dankwoord richting de historische tuin, een van de mooie locaties van ons dorp. Ik ga een stukje uit het Bijbelboek Jacobus voorlezen, Jacobus 5. En nu iets voor u, rijken. Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot. Uw kleding is door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest. En die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in weelde gebaat en losbandig geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord. En hij heeft zich niet tegen u verzet. Ergens las ik de opmerking, de Bijbel spreekt niet enkel van de andere wang toekeren. Jacobus 5 werd geciteerd in het argument dat de teksten van het Nieuw Testament helemaal niet allemaal zacht zijn. Heb uw naaste lief, zorg voor elkaar, heb hoop, veroordeel de ander niet. Dat zijn allemaal lessen die we leren van Jezus en zijn volgelingen. Maar het zijn niet de enige woorden. De bergrede begint met gelukkig zijn de zachtmoedigen. Maar verderop zegt Jezus dat je beter je eigen oog kan wegwerpen dan toestaan dat je verleid wordt om vreemd te gaan. In dat verband is ook de woorden uw rijkdom is verrot, uw kleding is door de mot aangevreten, uw goud en zilver verroest en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. Dat is wel andere koek. Waarom juist nu deze tekst? De wereld heeft last van een pandemie en die heeft zeker invloed op onze economie. Er kwam heel dubbel nieuws uit de Verenigde Staten. De medewerkers van Amazon werkten onder erbarmelijke omstandigheden. De maatregelen waren niet te handhaven in de warenhuizen. Bijna tegelijkertijd kwam het nieuws binnen dat de baas van Amazon, Jeff Bezos, op weg was om triljardair te worden. Yep, niet miljonair, niet miljardair, maar triljardair. Om dat getal in perspectief te stellen. Bezos verdient in 1 minuut evenveel als iemand die voor hem werkt en dus zijn of haar leven riskeert in deze pandemie, zoals diegene verdient in 8 jaar. En de VS biedt natuurlijk altijd een goede lading aan absurd nieuws waar we niet met ons hoofd bij kunnen. Maar ook in Nederland. Booking.com ontvangt een enorme staatssteun. KLM wilde een bonus geven
aan de topman en tegelijkertijd ontsloegen ze mensen. Grote internetwinkels maken winst en concurreren de kleine lokale winkeltjes weg. De pandemie zorgt voor zorgen voor veel kleine ondernemers. Een perspectief dat velen van u misschien wel zal voelen. De kwekers hebben het zeker zwaar gehad bijvoorbeeld. Maar er is een andere kant aan het verhaal. En eigenlijk is dit niet eens waar ik het met u over wil hebben. Deze mensen en bedrijven zijn meer de tegenstelling van wat ik wil zeggen vandaag. Dit is de zo hoort het niet tegenover de zo. Ja, zo hoort het wel. Want ik wil het met u hebben over de essentiële mensen. De mensen die echt nodig zijn. Want wie zijn nou de mensen die bewezen nodig zijn in onze wereld? De leraren, de verplegers, de verzorgers, de vuilnisophalers en de vakkenvullers. U heeft vast de foto's gezien van het ziekenhuispersoneel met verfromfraaide gezichten aan het einde van een dienst, nadat het masker en de beschermende kleding afgaat. Ze offeren zoveel van zichzelf op, zoveel van hun tijd, van hun veiligheid, hun energie, om ons te helpen. De verhalen van mensen die tijdelijk niet thuis woonden, die naar werk in een ziekenhuis gingen, maar niet hun partner of kinderen in gevaar wouden brengen. Dat je zo hard werkt en dan niet thuis kan komen in een veilige omgeving, waar je dan een warme knuffel kan krijgen. En alle 15-jarigen die hebben gewerkt in de supermarkt de afgelopen maanden, die moeten ook zeker op hun cv zetten dat ze essentieel waren ten tijde van de pandemie. De leraren hebben bovenop hun gebruikelijke goede werk getoond hoe flexibel en betrokken ze zijn. Door les te geven op afstand en door toch betrokken... De leraren hebben bovenop hun gebruikelijke werk getoond hoe flexibel en betrokken ze zijn. Door les te geven op afstand en in te checken bij hun kinderen. Als je dan toch triljoenen hebt om te verdelen, dan wist ik waar die heen mochten. Een andere essentiële groep werd veel besproken, maar op een andere manier die hun buitenspel zet juist. De grootouders. Bij de correspondent schreef Lynn Berger een stuk over de belangrijke taak. Ze schrijft: deze situatie waarin veel grootouders plots zijn afgezonderd van hun kinderen en kleinkinderen, druist volledig in tegen de afhankelijkheid tussen generaties, die zo kenmerkend is voor onze soort. Want kenmerkend is het. Weinig soorten kennen zo'n band tussen kleinkind, kind, ouder en grootouder. Einde citaat. De Amerikaanse antropoloog Michael Gervin zegt: Het is gewoon niet zo dat ouders alles in hun eentje kunnen. Zonder multigenerationele samenwerking hadden wij niet bestaan. Einde citaat. Tijdens zijn langlopende veldwerk bij traditionele stammen in de Amazone zag hij dat de meerwaarde van grootouders hem niet zozeer ligt, of niet alleen, in het voedsel dat ze voor hun kleinkinderen kunnen verzamelen, maar juist in de verhalen die ze vertellen, de informatie die zij doorgeven. Ons overleven zit hem dus niet enkel in een dak boven ons hoofd. Het zit in de extra aandacht in de klas, de momenten dat je hand wordt vastgehouden als je het echt nodig hebt, dat je verzorgd wordt met aandacht, dat je gewaardeerd wordt waar je bent. Ons geluk zit niet in rijkdom, die sommigen verzamelen in de biljoenen, en zit niet in de financiële overwinning ten koste van anderen. Het zit niet in de meest gevulde schatkamer. Ons geluk ligt in elkaar. Samen vooruitkomen, je medemens helpen, juist ten tijde van nood. Om terug te komen bij de woorden van Jacobus. Deze essentiële werkers en essentiële grootouders, zij hebben hun tijd op aarde goed besteed. Niet in weelde gebaat, maar met het belangrijke gedaan wat gedaan moest worden. Gezorgd,
geregeld, geofferd, gegeven, verhalen verteld. Het werk verzet. En daar zit misschien toch de zachtmoedige boodschap. De oproep om rechtvaardig te zijn. Dat bestaat naast, heb uw naaste lief. Zorg voor elkaar. Heb hoop. Veroordeel de ander niet. Jacobus is een waarschuwing hoe het niet moet. Naast alle woorden die ons oproepen vredelievende, rechtvaardige en zachtmoedige mensen te zijn. We steken kaarsen aan voor onze gemeenteleden die door zuster Ellen zijn herdacht. Voor broeder Reindert Koenraad Jaarsma. En voor zuster Elisabeth Kramer Slikkers. We gedenken haar, hen en denken aan hun nabestaanden. Laat ons bidden. Goede God, wij danken u voor uw zachtheid die u ons heeft gegeven om te zorgen, verhalen te vertellen, elkaar vast te houden. U bent liefde en in uw liefde bewegen wij. Uw Zoon leerde ons de weg van naaste liefde en in deze wijsheid handelen wij. Wij danken u voor het vuur dat u ons heeft gegeven. Om op te staan tegen onrechtvaardigheid. Om onze stem te gebruiken om te zeggen, zo niet.
de kracht om te werken aan het Koninkrijk Gods, waar wij elkaar steunen, helpen en behandelen als broeders en zusters. Uw Zoon leerde ons dat vredelievendheid niet de gemakkelijke weg is, maar hard en soms ongemakkelijk werk meebrengt. Wij danken u voor alle essentiële mensen, in hun werk of in hun persoonlijke levens, voor hun harde werk, voor hun onverminderde zorg, omdat zij ons tonen wat echt belangrijk is. Laat ons bidden voor zachtheid, voor het vuur in ons en de goedheid van onze medemens. En in stilte kunnen we bidden voor alle zaken die ik niet voor u kan uitspreken. Bidden we tot slot de woorden van het Onze Vader. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Zo straks dooft Marie de kaarsen, zonder het zinnetje, u bent welkom bij de koffie en de thee in de bindingzaal. Onwennig dat dat er niet meer in zit. Maar bel vooral de mensen die u normaal spreekt, bij de koffie of bij de thee. Bespreek de dag of de week, bespreek het weer of misschien belangrijkere zaken. Want bijna belangrijker dan de vermaning zijn toch wel de gesprekken achteraf. Dus zet lekker een kopje koffie of thee, pak er een koekje bij en bel iemand.
De zegen is gebaseerd op Psalm 86, volgens het leesrooster. We gaan nu vanuit hier, vanuit deze kerk die bestaat in ons als gemeenteleden, met het vertrouwen dat de ene ons hoort, zelfs als we verzwakt en arm zijn. Behoed ons, we zijn u toegewijd. Red ons, we vertrouwen op u. Wees ons genadig, verblijd ons hart, wees ons trouw. Hoor onze gebeden, luister naar ons smeken. Wijs ons de weg, laat ons wandelen in het pad van uw waarheid. Vervul ons hart met ontzag voor uw naam. Keer u tot ons, wees ons genadig. Schenk ons kracht en geef ons een teken van uw goedheid. Zegen ons met uw nabijheid en troost. Amen. Aan het einde van deze dienst doven we de kaarsen, maar het licht nemen we mee naar huis en de wereld in. En ik wens u een goede zondag en een goede week en tot ziens.